Hoi, welkom terug bij een nieuwe unboxing. Ik ben Tom en vandaag ga ik de Razer Ornata Chroma unboxen. Het is een nieuw toetsenbord en dat is heel interessant, want hij is een beetje anders dan anders. Razer heeft hem een tijdje geleden aangekondigd. Het duurde even voordat er een review sample vrij kwam, maar alsnog thanks Razer. Want ze zijn er nu dus wel, want we hebben er hier een. Mooi hè? Maar het ding is, hij is hybride en mechanisch tegelijkertijd. En wat dat nou precies is, dat is een beetje... hij is rubberen doom, maar hij is ook mechanisch, we weten het allemaal niet. Ik ga het zo laten zien, want we gaan hem eruit halen. En nou weet ik dat ik heel vaak een schaar gebruik bij dit soort items, maar nou werd ik laatst door de vriendelijke vriend van Razer op de hoogte gesteld dat er een soort lipje aan zit waarmee je heel makkelijk de plakbandjes eraf kan halen. Ik vind het vies tegenval. Ik wil weer terug naar mijn schaar. Hij zei, ja, je pakt altijd de schaar erbij. Dat hoeft helemaal niet, want er zitten van die lipjes en dan gaat dat kei makkelijk. Nou, deze ging makkelijker. Oké, de eerste was ik gewoon een idioot. Dat kan ook. Maar goed, toetsenbordje. Heel interessant. Ik ben wel benieuwd hoe die gaat typen. Want het is nogal wat. Altijd weer mooi in een bevestigende huls. Maar natuurlijk ook, als altijd, dat kennen we inmiddels wel van Razer, boekjes. En altijd natuurlijk een heel verhaal erbij. Congratulations, there is no turning back. Dat krijg je altijd als je iets van Razer koopt. Hè, dan krijg je een beetje een soort van half dreigement en dat wordt aangebeld. Maar goed, dat was bezoek. Anyway, boekjes, leuk. Stickertjes krijg je er altijd bij, mooie gekleurde stickertjes. Maar waar het natuurlijk echt om draait, is natuurlijk dat toetsenbord. En nou... gaan we dat eens even lekker openvouwen. Oh, kijk wat chic. Gaan we dan zo eruit. En tadaa. Dan zal ik even deze aan den kant halen. En er zit nog iets in wat ik zo eruit ga halen. Maar dit is het toetsenbord an sich. En dan heb ik van verschillende mensen al gehoord dat dit echt een ontzettend fijn toetsenbord is om op te typen. Een beetje gamen. Natuurlijk omdat het niet volledig mechanisch is, is het niet helemaal uitermate geschikt voor heel veel... high-end shooters, maar het is... kijk de hoogte van de toetsen. Het is een beetje... Het zit er precies tussenin. Het zijn niet helemaal scissor switches zoals we vroeger die Deathstalker behandeld hebben. Maar er zit wel een soort van mechanisch klikje in haast. Maar dat is het dus niet helemaal. Het is een beetje van beide. Het leuke is, dit is dus het toetsenbord zo. Wat er hier nou nog extra bij zit, los te gebruiken, is deze unit. En dat is een mooie polssteun, die ik persoonlijk wel heel erg sexy eruit vond zien op de productfoto's. Nou zijn we benieuwd naar het echte resultaat. Voilà. En die zet je er dan gewoon zo aan. Hè? Een Razer logootje erop is wel lekker, ja, ik weet niet. Wel stevig, maar ook wel een beetje zacht, comfortabel. Het is best wel een groot ding als je het zo bekijkt. Maar ik denk dat dat oprecht best wel fijn is voor typesessies. En dan af en toe ja, een beetje een casual gamepje of zo, moet haast wel kunnen. Wat we nou wel even gaan doen is, ik zal meteen even aansluiten op mijn laptop. Dan kunnen we ook alle chroma verlichting zien. 16,8 miljoen kleuren. Komen ze aan. Ja. Oké. Er zat een condoompje op. 16,8 miljoen kleuren. Komen ze aan. Wacht, ja. 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 Hè? Ach, ik had gehoopt op de Wave, maar goed, color spectrum is ook leuk, dan kun je zien welke kleuren er zo allemaal in zitten. En dit is dan eigenlijk alles wat er in de doos zit van een Razer Ornata Chroma. En ja, mocht je nou zoiets hebben van, oh leuk dat dat allemaal in de doos zit, maar hoe is het ding nou eigenlijk? Nou, er komt een uitgebreide review vandaan en een uitgebreide aflevering van Gamersnet Gear. Dat is elke dinsdag op gamersnet.nl, dan behandelen we gewoon een nieuw stuk tech. Dus dat kan een bureau zijn, een tas, een muis, een toetsenbord. En ja, weldra een toetsenbord, want ergens deze weken zullen we de Razer Ornata Chroma uitgebreid gaan testen. En dan zullen we zien hoe die uit de test komt in Gamersnet Gear. Tot snel, ik was Tom, dit is de Razer Ornata Chroma, de ballen.